Henny, je hebt het altijd al druk, maar de laatste tijd schrijf je ook weer enorm veel voor anderen. Nou, ik schrijf altijd al veel voor anderen, maar de laatste tijd wordt het steeds bekender, omdat de dingen ook meer hits gaan worden en zo. En dan staat mijn naam erbij en dan wordt er over gesproken en dan lijkt het dat ik het drukker krijg. Maar eigenlijk is het altijd wel een beetje zo geweest. Dus je bedoelt natuurlijk op Tino, maar Tino, ik heb nog veel artiesten waar ik voor schrijf. En dat is eigenlijk, elk jaar, in het loop van de tijd verschilt dat iedere keer. En Tino blijft nog een beetje hangen omdat ik daar succesvol mee ben. Dus vandaar dat het dan lijkt dat ik eigenlijk alleen maar voor Tino wat doe. Maar het is niet zo. Ik schrijf voor heel veel mensen op dit moment. Want wat is het succes op dit ogenblik van Tino? Wat is het geheim achter Tino? Nou, ik denk dat de liedjes kloppen. Ik denk dat de productie klopt. En ik denk dat de promotionele waarde, wie erachter zit, degene wie dat doet, dat hij ook wel weet hoe hij dat moet doen. Want anders dan wordt het niks. Je kunt heel goed liedjes schrijven, maar als je niet wordt gedraaid of je hebt geen kracht achter je dat radio je het gaat draaien, dan kan je het ook vergeten. Dus ik bedoel, en Tino die heeft de mazzel gehad, ondanks dat het dus een beetje toch balladachtige liedjes waren, dat ze toch voor de radio werden gedraaid. En dan zie je in één keer dat het toch wat succesvol kan zijn. Nogmaals, als het niet gedraaid wordt, kan je het vergeten. En dan heeft een liedje veel langer de weg nodig voordat het ontdekt wordt door het publiek, want dat hebben we met Leven van Zigeuner ook meegemaakt. Nooit gedraaid voor de radio, tot het moment dat het een keertje bekend begon te worden onder het volk. En toen werd het best aandacht besteed aan door de radio. En toen werd het nog bekender. Dus ik bedoel, sommige liedjes worden echt ontdekt door het volk. Maar gelukkig, dit heeft die weg niet af hoeven te leggen. Tino heeft even mazzel gehad met dat zijn liedjes, wie dus eigenlijk ballads waren, toch wel een weg gevonden hebben, wat ik heel erg mooi vind. Want ik hou ontzettend veel van meer, wat serieuzere muziek dan alleen dat hopsasa. Dat moet er wel wezen, maar ik bedoel, dat moet in balans zijn. Dat heb ik al vaker gezegd. En dit zijn wel liedjes die toch wat meer uit het leven gegrepen zijn, wie toch een bepaalde sadness hebben, laat ik het zo zeggen.